Dit is een filmpje met even precies de reden waarom Flip bij me weggaat. Flip is mij dus de baas, helaas. En daarom gaan onze wegen scheiden. Hij gaat naar een baasje waar hij het beter heeft. We hebben nog niemand. Maar de reden waarom hij dus bij mij weggaat is zijn onstuimigheid ten gevolge van onder andere de onderstimulatie van zijn activiteit en zo. Ik kan hem dus niet aan, dus dat lukt me niet. Hij is hoogbegaafd. Hij is leergierig en voelgericht. Ik kom allemaal uit de test. Nou, dat kan ik toch nog wel handelen, voelgericht en zo. De basisoefeningen met gemak en zeer goed trainbaar allemaal. Oplossend vermogen is gemiddeld. En de zelfbeheersing is te trainen. Activiteitenniveau is hoog. 3 tot 4 uur per dag moet hij geestelijke tot lichamelijke stimulatie hebben. En daarbij komt dat hij onstuimig is. En die onstuimigheid is vanwege dus de onderstimulatie. Dus hou hoog, hou hoog. Even kijken. Dat was het. En ze zeiden ook de castratie was aanbevolen van de hond. Omdat hij dus al gelijk begon te rijden op die trainster tijdens de test. Maar daarom doe ik Flip dus weg. Huh? Hij is hoogbegaafd en hij smijt er slim af. Huh? Je bent mij de baas. Jammer hè, schatje. Ja, maar dit is dus de reden, want ik kreeg veel vragen van, gaat Flip dood en moet hij weg? En ik zette dat allemaal wel in de omschrijving van het clipje, maar dat leest dus geen mens. Als iemand een tablet hebt, dan zie je gelijk die omschrijving. Niet altijd zag ik bij iemand. Dus dan maar in een clipje. Oké, daarom gaat Flip weg. En er komt nog een advertentie op Marktplaats. We gaan het keurig doen zoals het hoort. En afwachten dus, hè. En kijken of die in goede handen komt. Dat is het belangrijkste. Hè, Flip? Ja, want als hij zo bij mij blijft, zoals ik hem opvoed, ja, zeggen ze, dan wordt het een kreng. En daar heb jij, zowel Flip als jij, niks aan. Nou, dan moet ik ze gelijk ingeven. Helaas. Flip is mij de baas. Kijk nog eens in de camera, schatje. Hoehoe. Ja, maar. Mag die weer op de grond? Huh? Ja, maar. Ja, maar. Huh? Hey.